Hoe is het met je? Ja, gaat goed. Prima. Goede voorbereiding tot nu toe. Ja, ik mag niet klagen eigenlijk. Lekker om weer te beginnen. Dus ja, alles wel in orde. Begin van het seizoen, dan is ook altijd weer de vraag wie wordt de eerste keeper. Er zijn 3 kandidaten, jij bent er 1 van. Hoe sta je daarin? Ja, gewoon eigenlijk niet anders dan normaal. Kijk, het enige waar ik denk ik invloed op heb is dat ik elke dag hard mijn best doe en het de trainer zo moeilijk mogelijk moet maken. Ja, ik ben daar eigenlijk niet zo heel veel mee bezig, omdat ik gewoon merk, uiteindelijk stel de trainer de beste op. Ik moet gewoon zorgen dat ik de beste ben en meer kan ik er eigenlijk niet aan doen. Wat heeft het vorig seizoen met jou gedaan persoonlijk? Ja, het was wel een opluchting dat ik uiteindelijk eerste keeper werd. Alleen ja, het heeft gewoon niet uitgepakt zoals ik het in ieder geval voor ogen had. Dus ja, aan de ene kant is het een heel leerzaam seizoen geweest. Want ja, niet vergeten heb ik ook gewoon ben ik eerste keeper bij Jong Oranje geweest. Heb ik toch 12 wedstrijden kunnen keepen. Alleen ja, er zitten ook wel een aantal dieptepunten, of eigenlijk in ieder geval een paar keerzijdes aan die natuurlijk die zo snel mogelijk wel vergeten. Die keerzijdes, heb je die verwerkt? Want ik kan me voorstellen dat dat mentaal ook wel een knak geeft. En als iets belangrijk is bij keepers, dan is het dat ze mentaal in orde zijn. Hoe doe je dat? Nou, ik denk gewoon met de mensen om je heen, met de trainers, met je familie. Ja, dat is wel even zwaar geweest natuurlijk, maar ja, ik denk dat je weinig spelers kunt opnoemen die nooit, ik wil niet zeggen een dieptepunt hebben, maar waarbij een carrière eigenlijk alleen maar met een stijgende lijn omhoog gaat. Dit is gewoon vallen en opstaan. En ja, het was misschien wel wat extremer dan normaal, dan dat je gewend bent. Maar het was de eerste keer dat ik het heb meegemaakt. Het heeft even geduurd om te rouwen. En eigenlijk zeker na de winterstop heb ik eigenlijk weer alleen maar de focus op het goede gehouden. En zo sta ik eigenlijk nu ook weer in de voorbereiding. Heb jij het idee dat alle keepers gelijk beginnen? Of sta jij misschien op -1 en Swinkels op +1 en Mike op 0? Heb ik geen idee. Dat zou je aan de trainer moeten vragen. Ik kan me wel voorstellen dat als er een keeper bijvoorbeeld al 3 jaar speelt, dat hij de lichte voorkeur heeft. Maar ik denk dat de voorbereiding altijd een moment is waarin je, waarbij iedereen met elkaar kan meten. Dus de keepers onder elkaar en dat de trainer een goed meetmoment voor de trainer om te kijken. Ja, wie het verst is. En ik weet niet of wie er op dit moment een streepje voor staat. Dat, wat ik zeg, daar hou ik me op dit moment nog niet heel erg mee bezig. Nou, bestaat de kans dat er gezegd wordt, nou, Swinkels nummer 1 en Mike Haverkorte nummer 2. En jij dan? Dan is er een doemscenario, dan kan je een jong ADO in de derde divisie zondag gaan spelen uit bij EVV. Ja, dat zou kunnen. Nou goed, dat is denk ik nog niet heel erg aan de orde nu. Het is vrij vroeg in de voorbereiding nog. Ja, mocht dat zo zijn, dan zal ik in ieder geval een gesprek met de trainer moeten aangaan en advies bij mijn zaakwaarnemer en familie en bij de trainers gaan moeten vragen om wat voor mij het beste plan is. Want neem niet weg dat ik wel 22 ben en natuurlijk ambitieus heb. Ik heb er ook al aan mogen proeven, dus ik wil, het liefst wil ik gewoon 34 wedstrijden kunnen bijschrijven dit jaar. Is dat niet bij ADO, is dat misschien elders. Maar ja goed, wat ik zeg, dat vind ik nog niet heel erg belangrijk. Het belangrijkste is nu dat ik mijn minuutjes maak en wat ik zeg, de trainer zo lastig mogelijk maak op trainingen met de wedstrijden. En dan tegen die tijd, als die keuze wordt gemaakt, dan kunnen we weer evalueren wat voor mij het beste is dit seizoen. Maar een derby tegen Kwik zie jij niet zitten? Nee, Kwik 1, dat is misschien wel een beetje te laag gegrepen, ja.